Oké, mensen. Iedereen hartelijk welkom hier bij de opening van de Elburger. Vandaag wordt de eerste in eigen beheer gerestaureerde botten officieel te water gelaten. Dat ook daar veel energie, doorzettingsvermogen, mankracht en financiën mee gemoed zijn geweest, zal u niet verbazen. Hele Essen, gemaakt door zeezeiler en kunstenaar Jan Wit van Noordeinde, Essen van de EB29, een misschien ontoekomstige project, ook de EB15. Elburg barst zowat uit zijn voeten van het verleden. Veel projecten zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd door gepassioneerde vrijwilligers. Een grote bloeiende oudheidkundevereniging, een orgelmuseum, een Joods museum, een in werking zijnde smederij, een kruidentuin, een voormalige visafslag staat aan de overkant, was een varkensschuur, heeft jaren als een varkensschuur in Oosterwolde gediend, is weer teruggerestaureerd en staat aan de overkant. Korenmolen de Tijd in het Oosterdorp, het is een eindje weg, maar ik heb er elke dag zicht op. Nog iets verder weg een agriemuseum in het Harden, schitterend museum, ook gerund door vrijwilligers. Een eeuwenoude touwslagerij, bekend om zijn kwaliteit. En last but not least, onze eigen bottenwerf. Uniek in Nederland, draaiend gehouden door een stel gelouterde vrijwilligers. Oké, laten we gaan. Eerste project Leersloon Bottenstichting Elburg. De oude stedenhelling is in gebruik en er komt beweging en we hopen dat hij nu langzaam naar beneden rijdt.